Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Roberta. En deze keer gaan we kijken naar het tweede stukje. Uh, opgave 13 tot en met. Uh, dat zie je wel in de titel van de video. Dus, opgave 13 beginnen we bij hoofdstuk. Uh... Oké, okay, sorry. Ik, ben net, ik heb net opgave 1 tot en met 12 gedaan, dus ik ben niet helemaal meer wakker blijkbaar. Goed, geef van elk van de volgende beweringen aan of deze waar of niet waar is. Als de bewering niet waar is, verbeter je deze zodat een bewering ontstaat die wel waar is. De officiële eenheid voor energie is kilowattuur. Dat klopt niet. Um, dat is namelijk nog steeds gewoon de joule. Vraag 13b. Een kilowattuur betekent een kilowatt per uur. Nee, dat betekent... 1 kilowatt... Of 1 kilowatt. Keer een aantal uur. Dus het gaat erom dat hier een keer staat. En dus niet gedeeld door. Dat is het belangrijkste punt eigenlijk bij deze vraag. Dan zitten we bij. Opgave C. Om het energiegebruik te berekenen, moet je het vermogen vermenigvuldigen met de tijd. Dat is goed. Vraag D. 100 watt is hetzelfde als 6 kilojoule per minuut. Dan hebben we dus eerst even wat berekeningen nodig. Namelijk het vermogen is 100 watt, de tijd is 60 seconden. Dus energie is vermogen maal tijd. In dit geval is dat dus 100 keer 60 is 6000 joule is 6 kilojoule. Dus ja. Vraag CDE. Um, een apparaat van 100 watt gebruikt in 5 uur ongeveer 5000 kilo, 15, kilowatt. 500 kilowattuur. Dus een apparaat van 100 watt gebruikt in een tijd van 5 uur. Um, dan hebben we hier natuurlijk dus 0,1 kilowatt. Dus de energie die we gebruiken is vermogen keer tijd. Dan hebben we 0,1 kilowatt keer 5 uur is 0,5 kilowattuur. Dus het antwoord hierop is een duidelijke nee. Gaan we door naar opgave nummertje 14. Uh, reken om. Oh, dat zijn leuke omrekensommetjes. Prima. 2500 milliampère is. Gedeeld door 1000, 2,5 ampère. Vraag B. 0,25 megawatt is hetzelfde. Megawatt staat voor miljoen watt. Dus dat is 0,25 miljoen watt. 0,25 miljoen watt is 250.000 watt. Gaan we door naar opgave C. 0,039. GigaJoule. Giga staat voor miljard. Um, dus dat is hetzelfde als 39 miljoen joule. En dat is weer hetzelfde als 39 megaJoule. Komen we bij vraag D aan. 380 kilovolt uh, is hetzelfde als 380.000 volt. Vraag e 25 wat is hetzelfde? 1 watt is sorry 1000 watt is een kilowatt, dus moeten we delen door 1000. Komen we op 0,025 kilowatt. En dan hebben we natuurlijk vraag f nog 400.000 kilowattuur moet hetzelfde zijn als hmm. even kijken. Kilowatt. Nou, weet je wat? Die kilo die ga ik gewoon even uitschrijven. Dus ik heb nu oorspronkelijk al getal, drie getallen erbij. Wattuur. En daar gaan we nu megawattuur van maken. Oeps, wel netjes schrijven, Jan Willem. Megawattuur. En voor een megawattuur hebben we het over miljoenen. Dus ik zet hier even twee puntjes neer. En deze zes nullen hebben we niet nodig, dus dan hebben we 400 megawattuur. Gaan we door naar opgave nummer 15. Een frituurpan heeft een vermogen van 750 watt en het smelt frituurvet in 5 minuten. Hoeveel joule elektrische energie gebruikt het apparaat in die tijd? Oeh, ik ga mijn video blijkbaar even stoppen.